Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal. Ik zie nog een aantal mensen zoeken naar een plek. Welkom allemaal vanavond bij deze avond bij Kast. We zijn vandaag te gast in Koningsvoorde. Welkom ook wethouder Marcelle Hendricks en Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Er blijven steeds meer ouderen langer thuis wonen, zelfstandig. En in 2040 zal 25% van de bevolking ouder dan 65 jaar zijn. Maar er komen ook steeds meer singles. 40% van de Nederlandse bevolking bestaat uit eenpersoonshuishoudens. Terwijl het gros van de woningen, die in de jaren 70, jaren 80 en in de Phoenixwijken zijn gebouwd zijn voor gezinnen. Maar ook sociale structuren zijn niet meer wat ze geweest zijn. De kerk, het verenigingsleven, ze brokkelen af. De vereenzaming neemt toe. Kortom, er zijn grote sociale en demografische verschuivingen gaande. De woonwijken zijn te monofunctioneel, stelde Rijksbouwmeester Floris Alkemade onlangs nog in het tijdschrift De Blauwe Kamer. De wijken kampen met vergrijzing, eenzaamheid en individualisering. Met de prijsvraag Who Cares, die morgen gelanceerd wordt, zet de Rijksbouwmeester deze problematiek op de agenda en roept ontwerpers op om na te denken over ruimtelijke ingrepen. Radicale stedenbouwkundige ingrepen zijn nodig om deze wijken weer gezond en toekomstbestendig te maken. Vanavond hebben we de Rijksbouwmeester in Tilburg uitgenodigd om zijn visie op de toekomst van deze wijken toe te lichten. Maar dat is niet het enige. Na de Rijksbouwmeester geeft architecte Danielle Huls een korte inspiratielezing. Zij is in het Belgische Turnhout betrokken bij een bijzonder stedenbouwkundig project waar een oud industrieterrein ontwikkeld wordt tot woonzorggebied. Danielle Huls liet zich inspireren door de 18e en 19e eeuwse kuuroordsteden. Wat kunnen wij van deze steden leren voor de revitalisering van onze wijken? Wilt u vanavond meepraten over dit onderwerp op Twitter? Dan hebben wij een hashtag geïntroduceerd, WhoCares013. Ik wil eerst, voordat we naar de Rijksbouwmeester gaan, stilstaan bij de Tilburgse situatie. En daarvoor ga ik even naar Marcelle Hendricks, wethouder cultuur, jeugd en onderwijs. U bent hier gekomen, want u gaat zo meteen praten in het kader van de agenda Sociaal Domein. Die de gemeente Tilburg aan het opstellen is. En toekomstbestendig wonen is hierin een belangrijk thema. Kunt u dat toelichten? Ja, dat zijn wel heel veel beleidstermen in één regel, hè? Sociaal domein en toekomstbestendig wonen. En dat is allemaal bla bla bla, zeg maar. Dus waar gaat het nou om? We hebben gezegd tegen elkaar binnen de gemeente, samen met politiek bestuur, dus dat is raad en college, zeg van ja, waar gaat het nou eigenlijk over als je naar 2025 kijkt? Je ziet dat in de afgelopen jaren heeft de gemeente, dus ook Tilburg, er een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij gekregen. Die is vanuit het Rijk gekomen, namelijk jeugdzorg, WMO, dus hoe zorg je die voorzieningen, de participatiewet. Nou, dat betekent nogal wat. Het is een van de grootste transities, beleidsterm. Veranderingen, zeggen we in gewoon Nederlands, in de eigenlijk gemeentelijke geschiedenis. Maar wat betekent dat nou? En wat hebben wij dus met, wat zouden onze Tilburgers nou belangrijk vinden als ze vooruitkijken, waar wij dus nu eigenlijk al aan moeten beginnen te werken? Nou, dat noemen we dan de sociale agenda van het sociaal domein. Maar dat moet dus de agenda van de stad worden. Nou, en daar gaan wij vanavond met een groep, heterogene groep, gewoon een gemengde groep, zeg maar, allemaal verschillende mensen, verschillende disciplines, gaan we over praten. En toen hebben we gezegd, het is belangrijk dat we op een aantal thema's aanhaken die eigenlijk nu al bekend zijn en toekomstbestendig wonen. Namelijk, hoe zorg je ervoor dat je natuurlijk, ja, ofwel zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, maar ook vooral in verschillende samenstellingen in die huizen kan wonen die niet meer per definitie op één gezin gericht zijn. Dat zei je net zelf ook in je inleiding. Nou, dus toen dachten we, dat is mooi als we dan aansluiten bij deze avond. Dan doen we deel hiermee en gaan we straks met een klein groepje. Dus dat is niet omdat we het de hele avond niet interessant vinden, maar gewoon omdat we
nou ja, echt wat te doen, aan het werk moeten, gaan we doorpraten. Het gaat hier vanavond ook over gezondheid. Hoe staat het eigenlijk met de gezondheid? Je ziet bijvoorbeeld bij onze jongeren dat ze over het algemeen wat dikker zijn naar de toekomst toe dan de gemiddelde jongeren die in Nederland woont. Maar dat geldt overigens voor meerdere grote steden. Dus het gaat, ik vind het toch, want ik vond je inleiding ook wel een beetje pessimistisch. Maar dus ik ga er toch even nog iets bij zeggen, want het gaat met de meeste jongeren heel erg goed. En het gaat met de meeste Tilburgers heel erg goed. En we moeten uitkijken, en dat is misschien mijn ook aan de Rijksbouwmeester. Ik zou het echt veel spannender vinden om voor al die mensen, zeg maar, die nieuwe, dat nieuwe bouwen. En wat vraagt dat nou van de stad en van je bouwstijl te bedenken. Dus het gaat ook van, als het goed gaat, hoe kan het dan goed blijven gaan? En als het nu niet goed gaat, hoe zorgen we er dan zo snel mogelijk voor dat het beter gaat? Dus dat vind ik echt een belangrijk. Want anders focussen we ons alweer alleen maar op het probleem. En vergeten we echt die hele grote groep waarmee het ook goed gaat. En dat is niet omdat ik de groep waar het niet goed mee gaat niet belangrijk vind. Integendeel, heel belangrijk. Maar je wil ook dat het met al die mensen gewoon uiteindelijk beter gaat en dat ze ook elkaar daarin ondersteunen. Dus nou, en als je het dan hebt over jongeren, want ik probeer me je vraag daar maar een beetje naartoe te leiden, want die zijn over 20 jaar de volwassenen. Dan zie je gewoon dat, nou ja, dat we een aantal jongeren hebben waar het gewoon eigenlijk niet zo goed mee gaat. Die zijn te dik, maar die zijn ook al, we hebben ook best wel jongeren die ongelukkig zijn. Ik kom net van het onderwijs, we hebben de onderwijskerstbol en ik had speciaal daarvoor had ik 5 jongeren uitgenodigd. Die eigenlijk, als je hun verhaal hoort, dan zie je dat ze via allerlei zijwegen eigenlijk zelf in staat zijn geweest om daar weer gewoon een heel goed pad in te vinden. Maar daar moeten wij hun wel bij helpen en ondersteunen. En daar kan wellicht ook een aanpassing in de wijken of het opnieuw nadenken over hoe richten we die wijken in, helpen om de gezondheid van zowel oude mensen als ook jonge mensen te bevorderen, lijkt me. En daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd naar wat dat dan zou kunnen zijn. Dus misschien is dat ook een hele goede om mee te nemen straks in de vergadering voor de agenda sociaal domein toekomstbestendig wonen. Het is geen vergadering, hè? We gaan brainstormen. Brainstormen, goed. Ik wens u alvast heel veel succes zo meteen. Goed. Dan geef ik nu het woord aan de heer Alkmaar. Goed, welkom allemaal. Prachtig, dit instituut, KAST, de architectuurcentra in Nederland, vervullen een belangrijke rol. Architectuur is niet alleen wat er is, maar architectuur is ook de manier waarop je erover praat, over er nadenkt, de debatten voert, dit soort gesprekken voert. Dus prachtig als instituut en ik heb al even voorgesproken en iedere cent subsidie die hier naartoe gaat is meer dan welkom. Wat ik wil zeggen verder is inderdaad de woorden van de wethouder helemaal mee eens. De stad maak je voor iedereen, niet alleen voor de zwakkere groepen. En het is ook zeker zo dat wij dat totaalbeeld willen kijken. En dat is eigenlijk de boodschap die ik zo meteen ga vertellen. Zie problemen niet als moeizame dingen waar je onder lijdt, maar zie dat als een kracht, als een motor om te innoveren, om anders na te denken. En ik ga het ook niet alleen over ouderen en zwakkeren hebben, juist om die reden, maar om het hele beeld. En dat is denk ik het belangrijkste voor hoe je over steden en ook over architectuur moet nadenken. Even, ik weet niet of er iets minder licht kan zijn, dan zien we de beelden misschien wat beter. Even het instituut Rijksbouwmeester voorstellen, een uniek instituut. Er zijn wat andere landen die er nu mee experimenteren. In Nederland bestaat het al 210 jaar, hè, dat er een soort bemoeienis is van het Rijk met de kwaliteit van de architectuur. En waarbij opvalt dat we best weer wat meer vrouwen als Rijksbouwmeester zouden kunnen gaan zoeken. Dus alle vrouwelijke architecten in deze zaal, ik roep u op.
Vroeger heette het architect des konings en tot mijn grote vreugde mag ik me nog steeds met allerlei koninklijke paleizen bezighouden. Dus dat is nog steeds onderdeel van het vak. Soestdijk zijn we bezig, het paleis Het Loo, maar ook het paleis waar de majesteiten zo meteen weer gaan wonen. Prachtig. Maar veel werk wat heel direct aan het Rijksvastgoed gerelateerd is. Het Binnenhof, een van de grote projecten waar ik me nu mee bezighoud. Zoals u weet gaat dat, het hele kabinet gaat eruit gedurende 5 jaar. En dat is een gigantische operatie. We zijn nu die plannen aan het voorbereiden, maar het is niet alleen het Binnenhof, maar ook de uithuizingen, het ombouwen van buitenlandse zaken met de plenaire zaal. Een gigantische operatie. En een operatie die deel uitmaakt van een veel breder palet van activiteiten. Totaal onleesbaar hier in deze situatie, maar een heleboel domeinen waarin we werken met een atelier Rijksbouwmeester van ongeveer 30 mensen en ook een college van Rijksadviseurs. En het is dus direct gerelateerd aan het Rijksvastgoed, maar ook als Rijksbouwmeester heb je het recht om ongevraagd advies te geven. Dus dat wil zeggen, je houdt je bezig met het Rijksvastgoed en met de rest van Nederland. En dat schept natuurlijk mogelijkheden. En de mogelijkheden die wij zoeken, is om te kijken van hoe kunnen we een eigen agenda samenstellen die de relevante vragen naar boven haalt. En bovenaan mijn agenda staat bij iedere opgave zoeken naar de sociale meerwaarde. Ik heb het idee dat architectuur zich zeker voor de crisis enorm sterk met de markt heeft geassocieerd. Het marktdenken, belangrijke ontwikkeling in de architectuur. Maar daarbij is op een gegeven moment vergeten hoe belangrijk het is dat architecten ook een eigen agenda hebben. En met name daar mankeert het op. En daar denk ik dat ook mijn rol belangrijk is om te kijken wat moeten we agenderen. En daarin speelt zorg, gezondheid, de manier waarop onze steden richten, een belangrijke rol. Dit is een plaatje van een single. Singles, prachtige, mooie stedelijke ruimtes gemaakt. Aangelegd als een remedie tegen de cholera. Stedenbekundige ingrepen, door architecten bedacht, vanuit gezondheidsoverwegingen, die een hele belangrijke rol in onze stad spelen. Dit is een plaatje van een schilderij van de tuberculose-leiders. We kennen onze steden natuurlijk nu als plekken die met gezondheidsproblemen kampen. Maar de tuberculose was natuurlijk bij uitstek een groot probleem waar de stad voor verantwoordelijk werd gehouden. Dus we kennen deze plaatjes uit de vorige eeuwen. Wij denken van nou, prachtig levendige stad. Doodsoorzaak nummer 1 was de tuberculose op dat moment, waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid gezocht werd bij de manier waarop de stad was ingericht. Te weinig licht, te weinig lucht, mensen leden daaronder, mensen stierven daaronder. En ook daar waren architecten natuurlijk die aan oplossingen dachten. Dit is ook Parijs. Hier ziet u de Seine, het Louvre en het plan van Le Corbusier om even in één klap een heleboel problemen op te lossen. In onze ogen, wij zien alleen maar, godzijdank dat dit nooit gerealiseerd is. Maar het is niet het plan van een waanzinnig geworden architect. Het is een plan van een architect die oprecht bezig was. Kunnen we iedereen gelijke kansen en gelijke kwaliteiten geven? Iedereen licht en lucht. En dat is ook interessant om te zien hoe iedere generatie telkens opnieuw zijn eigen agenda moet formuleren, maar ook zijn eigen realiteiten onder ogen moet zien. Want dit kennen we natuurlijk als een optimistische bouwstijl, het modernisme, licht en lucht. En we kennen ook de keerzijde van hoe pakt dat nou uit? En waar zitten de kwaliteiten en waar zitten de problemen? We moeten leren van wat we gedaan hebben. En daar zitten ook heel veel goede voorbeelden bij, zoals het Sanatorium Zonnestraal, wat ook gemaakt is als een gezondheidsinstituut. En ik vind dit ook altijd mooi, stedenbouwers
met een witte doktersjas aan. Hè? De link tussen de twee beroepsgroepen. Ik kom uit een familie van louter artsen, generaties terug. En ik voelde me altijd de vreemde bij tot ik dit soort foto's zag. En ik begreep, eigenlijk is het hetzelfde beroep. Hè? Je bent bezig om te kijken van hoe kun je steden maken waarin mensen goed wonen, maar ook een zekere mate van gezondheid en van geluk kunnen vinden. En dat is iets waar ontwerpkracht, het nadenken over hoe je je steden wilt inrichten, heel belangrijk bij is. Met in ogen schouw nemen dat de tijden veranderen. Dus de ene oplossing die in een bepaalde tijd prima werkt, moet je door de loop van de tijd gaan herijken. Bijvoorbeeld de enorme geboortegolf die na de oorlog zich manifesteerde en waar natuurlijk aan gewerkt moest worden. Een hele mooie, optimistische wederopbouwtijd, bezig met het onderbrengen van al die bewoners. En ik liet net wat Franse voorbeelden zien. Uniek in Nederland is natuurlijk wel de zorgvuldigheid waarmee het hier gedaan is. Hè. Dus dit is dan nog wel een vrij religieuze achtergrond, hè. Maar in ieder geval dat besef dat wonen is meer dan alleen het bouwen van huizen. Hè. Je moet er een idee van hebben hoe het sociale weefsel georganiseerd wordt, hoe de wijken zelf functioneren. En wat dat betreft heeft Nederland natuurlijk een uitstekende traditie van volkshuisvesting. Hè. Prachtig wat er gedaan is, de woningwet, de enorme achterstand die steden vroeger in de 19e eeuw kenden, de manier waarop wij sociale volkshuisvesting hebben georganiseerd, is voorbeeldig over de hele wereld. Hè. En ook natuurlijk de verzorgingsstaat die we gekend hebben, die de hele burger, de burger van zijn wieg tot zijn graf begeleidde met bejaardentehuizen, heel veel werd geregeld en heel veel is natuurlijk anders geworden. Maar wel voortdurend, Nederland heeft een hele goede architectuurtraditie, goede projecten, goede zorg en de combinatie daarvan ook gezocht in verschillende vormgevingen. Maar ik zei het al, dingen veranderen natuurlijk. Hè. De wethouder had het er al even over, er komen heel veel taken nu naar de gemeente toe. Maar op allerlei domeinen zie je fundamentele veranderingen afspelen, zowel in de leefomgeving als in de samenleving, natuurlijk ook de wet en regelgeving. Er verandert veel. En ik zal op drie aspecten daarvan ingaan. De gezondheid. Die wederopbouwtijd en de tijd daarna hebben we natuurlijk een verschuiving meegemaakt van een maatschappij gericht op produceren naar een maatschappij gericht op consumeren. Het ging net al over de dikkere jongeren, maar het is inderdaad zo. De spieren zijn vervangen door de buiken. Het is een ander domein wat aangesproken wordt. Maar ook dit is weer aan het veranderen natuurlijk, want we zijn met een nog misschien wel een veel verder strekkende omwenteling bezig, namelijk die van de reële wereld naar de virtuele wereld. Als je kijkt hoeveel en hoe vaak we inmiddels op verschillende manieren naar onze schermen aan het kijken zijn, heel veel mogelijkheden zijn er door ontstaan, heel veel nieuwe toepassingen, ook sociale. Maar als je het optelt, en dit is een grafiek die dat doet, als je alle minuten optelt dat je of naar je tv, je laptop, je telefoon of je iPad of wat dan ook naar een scherm kijkt, dan telt dat hard op. Hè. Dit zijn de minuten onder. We zijn ongeveer 1000 minuten per dag wakker. Dus je ziet dat we, als je de grote woorden wilt gebruiken, de strijd tussen de reële wereld en de virtuele wereld, ongeveer de helft van de tijd in een aantal landen al, dat je wakker bent, getuurd op een scherm. Hè. Het betekent nogal wat. Het betekent wat voor onze steden. Het publieke domein, het openbare domein, krijgt een ander karakter, een andere natuur. En inderdaad dit. Onze geesten beleven spannende avonturen in allerlei domeinen van het internet. Maar onze lichamen blijven aan de reële wereld gebonden. En dat heeft zijn prijs. Maar ook de sociale segregatie die door allerlei ontwikkelingen wordt opgewekt.
Dit is een grafiek die laat zien hoeveel efficiënter we worden, doordat we steeds meer technieken, steeds meer computers, de robotisering, et cetera, tot onze beschikking hebben. Dit toont aan hoeveel uren je moet werken om even productief te zijn als iemand in 1975. Dus je ziet dat dat steeds verder afneemt. Met andere woorden, we worden steeds efficiënter. Ik kon het niet nalaten om die lijnen even door te trekken. En wat je dan ziet, is dat je zo over een jaar of 20 eigenlijk niet meer hoeft te werken. En er even vanuitgaande dat je dan genoegen zou nemen met de levenskwaliteit van 1975. Ik vermoed dat niemand van ons dat nog aan kan. Maar het toont wel, dit is natuurlijk als een grap, maar het toont wel wat er in de reële wereld ook aan de hand is. Dit is een veel onverdachtere bron, Oxford University. En die hebben ook gekeken van wat gebeurt er nou met al die combinatie met name van de computers en de robots, de robotisering. En die kwamen voor 47% van de huidige beroepen dat er een grote kans is dat dat overgenomen wordt door de robotisering. En dat is fascinerend. Hè? Dat betekent dat de eerste industriële revolutie die spierkracht verving door motorkracht. Dit is een andere revolutie. Nu wordt ook denkkracht vervangen. Een heel ander domein. Veel van die banen die verdwijnen, denk je van, godzijdank, hè? Ook niet het leukste werk. Er komen ook andere, nieuwere, interessantere banen voor terug. Maar er is ook een deel van de bevolking die hiermee buiten de boot valt. Die op een gegeven moment niets meer kan wat een machine niet beter, sneller en goedkoper kan. En dat is iets wat we ons ook moeten realiseren. Dat stelt hele andere vragen aan onze maatschappij. En hoe gaan we daarmee om? De afgelopen maanden met de Brexit en de verkiezingen in Amerika, het is het topic geworden. Van hoe kan het dat in één bevolking groepen zo ver naast elkaar gaan leven, zo'n zeer verschillende inzichten en overtuigingen hebben? Hoe kan dat? En wat manifesteert zich daarin? Deels ook heel direct gerelateerd met de technologie en de manier waarop die zich ontwikkelt. En die sociale segregatie is iets wat we voortdurend ons moeten afvragen. Welke bevolkingsgroepen hebben het daarin moeilijk? Onze nieuwe Nederlanders die aankomen, hoe gaan we daarmee om? Kunnen we ze integreren op een manier dat ze niet meteen al op een achterstand gezet worden? Het is een verantwoordelijkheid die we ook als maatschappij moeten nemen. En de vergrijzing, het thema wat ook vanavond aan de orde is, de geboortegolf die we hebben gekend, niet verrassend, dat die zich nu gaat manifesteren als een enorme vergrijzing die op ons afkomt. En ook daarvoor geldt, we kunnen dat als een groot probleem zien, en het is ook een probleem. Maar ik heb het idee, we moeten met hetzelfde enthousiasme en hetzelfde optimisme waarmee we de geboortegolf tegemoet traden, moeten we ook deze vraag tegemoet treden. Niet als een probleem van, oh jongens, wat moeten we nu? Maar meer kijken van, en zeker de ontwerpende wereld en ook de zorgwereld, dit is gewoon een vraag waaraan je kunt werken. En hoe moet je dat dan doen? En dat is een vraag die ik me stel, want er zitten heel veel effecten aan. Met de vergrijzing hebben we ineens ook een heleboel leegstaande gevangenissen. Oudere mensen zijn gemiddeld minder crimineel. En het is niet anders. Hè? En ook daaraan kunnen we natuurlijk werken, maar vooralsnog kiezen we ervoor om dan onze gevangenissen maar te transformeren. Dus het zijn niet alleen negatieve effecten natuurlijk, hè? Maar er zijn ook effecten die een heel ander beroep op ons doen. Hè? De mantelzorg, waar nu een beroep op wordt gedaan, hè? Die zelfredzaamheid. En soms ontmoeten domeinen elkaar. Hè? Hier asielzoekers in Katwijk die ingezet worden in een bejaardencentrum. Maar de realiteit is natuurlijk dat heel veel verzorgingsinstellingen hun deuren zullen sluiten. 600 verzorgingstehuizen tot 2017 gaan hun deuren nog sluiten. Alleen mensen die bijna 24 uur per dag zorg nodig hebben, kunnen nog een beroep doen op verzorgingstehuizen. Dat betekent nogal wat. Hè? Want juist op het moment dat we heel veel ouderen erbij krijgen, die geboortegolf,
juist op het moment dat mensen ook veel ouder worden, hebben we minder voorzieningen. En dat betekent dat mensen een beroep moeten doen op langer thuiswonen. Het betekent ook heel veel leegstaande gebouwen dadelijk waar we wat mee moeten. En dat thuis blijven wonen is prachtig. Bijna iedereen wil dat ook. In je eigen omgeving oud worden. En je moet natuurlijk daar wel je woning op aanpassen. Daarvoor zijn natuurlijk allerlei technieken, ook subsidies, mogelijkheden. Je kunt dat doen. Nieuwe technieken, hè? Kunnen we dat allemaal nog met mensen doen? Of gaan we dadelijk ook andere robots hiervoor inzetten? Ook interessante ontwikkelingen, maar wat betekent het voor de mensen? Volgens de RIVM, die hebben daar onderzoek gedaan, was in 2014 ongeveer 40% van de volwassenen die aan eenzaamheid leden. Het lijkt een ongelooflijk groot getal en het zijn ook zeker niet alleen de ouderen en het is natuurlijk ook niet continu, maar het is wel een van de zaken die zich nu beginnen te manifesteren. En dat heeft mee te maken wat er allemaal wel niet aan het veranderen is en ook hoe wij onze steden inrichten. Als je kijkt naar de manier waarop wij onze wederopbouwwijken bouwden, niet alle architectuur kijken we nu naar van nou dat was geweldig, alhoewel er een zekere waardering nu net op tijd begint te groeien. Maar het interessante van die wederopbouwwijken was, er stond nog een kerk, er was een winkelstraat die goed werkte, er was een verenigingsleven. Er was een soort sociaal weefsel, met ook familieverbanden die nog veel sterker functioneerden, die zo'n wijk zijn betekenis gaven. Wat wij nu bouwen zijn monoculturen van wonen. En dat terwijl alle sociale verbanden waar normaal op gebaseerd kon worden, dat die steeds verder wegvallen, waarin we steeds individueler worden. En dat interesseert mij als ontwerper, als Rijksbouwmeester. Ik denk van dat zijn vragen, daar kun je ontwerpkracht op inzetten. En laten we dat wat we signaleren als een probleem, als iets wat op ons afkomt en waar we eigenlijk geen goed raad mee weten, laten we dat gebruiken als een motor om beter na te denken. Niet alleen voor de groepen waar we het dan over hebben, maar voor iedereen, voor de hele stad. En dat wou ik eigenlijk met deze quote van Sol Bellow illustreren. Van, ben niet ontevreden met je eigen tijd. Ben niet teleurgesteld in je eigen tijd. Ben niet bang voor je eigen tijd. De problemen, de vragen die we hebben, zijn andere dan die van vorige generaties. Maar dat betekent gewoon dat wij die andere vragen ook moeten oppakken. En daarvoor kun je ontwerpkracht inzetten. Ontwerpers hebben het vermogen om daarover na te denken. Maar ook, heel belangrijk, dat ontwerpers realiseren dat zij dat niet in hun eentje moeten doen. Je moet met verschillende disciplines samenwerken. Juist op dit soort vragen. En juist daarin zijn ontwerpers ook heel goed. Hè? In die vormen van samenwerken. Het begrijpen wat je kunt doen op het moment dat je signaleert dat zaken niet helemaal goed gaan. Dat heeft te maken met dit soort thema's, die gescheiden werelden die zich ontwikkelen. Maar ook met dit, hè? De ontwikkeling van de morele waardes. Hè? Dus dat Burkina-verbod in Frankrijk, hè? Je kunt er van alles van vinden, maar wat gebeurt er? Hè? Hoe ontwikkelen de morele waarden waar wij mee meten, waarmee wij onze maatschappij beoordelen, hoe ontwikkelen die zich? Hè? Ook daar moeten ontwerpers over nadenken. Wat zijn de consequenties, wat aanvaard je, waar wil je mee werken? En dat zijn eigenlijk de vragen die ik als Rijksbouwmeester wil uitzetten met een aantal ontwerpprijsvragen. De eerste die ik heb gedaan vorig jaar toen ik aantrad was samen met het COA een prijsvraag georganiseerd voor wat doen we met die vluchtelingenstroom die op ons afkomt. Een jaar geleden hadden we 3.000-4.000 vluchtelingen per week te huisvesten. Die piek is nu natuurlijk enorm teruggevallen, maar op dat moment, het betekende nogal wat. En dat is precies een domein waarvan ik denk, nou daar komen die hoofdthema's hè, van die gescheiden werelden, de morele waardes, daar komen ze terecht. En hoe kunnen we daar nou op reageren?
Want het veroorzaakt natuurlijk nogal wat verstoringen. Hè? De hele woningmarkt, juist op het moment dat de corporaties het al waanzinnig moeilijk hadden om een productie op gang te houden voor de sociale woningbouw, komt er een hele nieuwe instroom in. En mensen die al lang op een wachtlijst staan, zien ineens een vluchteling in het huis komen waarin zij wilden zitten. Niet zomaar te aanvaarden, hè? Daar moet over nadenken. En tegelijkertijd, in 2015, hebben we met alle vluchtelingen die we hebben opgenomen, dat is ongeveer 0.25% van de bevolking. En dan denk ik van, hoe kunnen we eigenlijk nou over een crisis spreken? 0.25% van de bevolking extra opvangen, dat kunnen we prima managen. Als je daar goed over nadenkt, hoe je dat organiseert. Want als je dat niet doet, dan krijg je sociale spanningen die niet eens onterecht zijn. Als je het niet goed organiseert, dan komt er een gevoel van onrechtvaardigheid wat ook zijn weg zoekt. Dus vandaar dat we met het COA gezegd van, we gaan een prijsvraag organiseren, gebruikmakend van de kracht die zich nu ontwikkelt door die nieuwe vraag die gesteld wordt. Van hoe gaan we om met die vluchtelingen? We noemden hem a home away from home. En als Rijksbouwmeester, en daar maak ik ook dankbaar gebruik van, heb je toegang tot de media. Dus op het moment dat we die prijsvraag uitschreven, een media offensief, zoals dat dan heet, hè? Radio 1, maar ook Nieuwsuur, hè? Gewoon de boodschap uitdragen. Hè? Van, in mijn geval, ik vond het verbijsterend dat in Nederland zo'n 40, 50 miljoen vierkante meter leeg staat. Het agrarisch vastgoed niet meegerekend. En dat we dan tegelijkertijd kunnen beweren dat Nederland vol is. Hè? Ik denk van, gebruik dan die urgentie van de vraag om beter na te denken, hoe kunnen we dat leegstaand vastgoed op een goedkope, efficiënte manier ombouwen tot goede woningen? Niet alleen voor vluchtelingen, maar voor iedereen die een goede, betaalbare, flexibele woning nodig heeft. En dat zijn er veel. Dus gewoon voortdurend hameren op de boodschap en de ontwerpwereld oproepen. Doe mee. Dit is een urgente maatschappelijke vraag. Ontwerpkracht is nodig. En dat kun je ook formuleren als een interessante vraag. Hè? Dit zijn zeg maar de instroomgrafieken van de vluchtelingen. En daar zit natuurlijk het ministerie mee, daar zit het COA mee, daar zit iedereen mee. De vraag is totaal onvoorspelbaar. En hoe doe je dat dan? Hè? Ga je allerlei woningen bouwen die je weer wegbrengt, hè? De containerwoningen? Lastig. Tenzij je zegt, van we richten ons helemaal niet alleen op die vluchtelingen, maar we gaan de doelgroep veel verder verbreden. Dus dat is precies wat wij hebben gedaan. We hebben gezegd, nou, of het nou een vluchteling is of een expat, of iemand die net gescheiden is, of een student of een seizoensarbeider. Je hebt heel veel mensen die gewoon weinig geld hebben en die snel een goedkope woning nodig hebben. En dat is de doelgroep. En de vluchtelingen vormen daar een onderdeel van. Maar het is niet de enige doelgroep. En als je het zo benadert, dan wordt zeg maar, die vluchtelingenvraag onderdeel van een oplossing voor een veel bredere groep. En dat is eigenlijk de energie die we zochten. Want als je kijkt wat er in Nederland aan de hand is, dit is een grafiek die laat zien hoe duur het wonen in Nederland is in vergelijking met andere landen, dan staan we bovenaan. Griekenland staat nog boven ons, maar dat komt niet omdat de woningen daar duurder zijn, maar omdat hun inkomen eventjes flink geduikeld is. Maar in Nederland heeft natuurlijk een regime met woningbouw, maar ook met hypotheekverschaffing, et cetera, een heel stelsel, waardoor wonen in Nederland waanzinnig duur is geworden. Een generatie terug kon je met één kostwinnaar, meestal de man, kon je een goede woning veroorloven. Tegenwoordig heb je twee verdieners nodig met een loodzware hypotheek die maar nog maar net een woning kunnen veroorloven. Dus er is in één generatie ook een zekere kwaliteit verloren gegaan. En dat zie je natuurlijk ook op het moment dat die vluchtelingen gehuisvest moeten worden. Dan kan dat eigenlijk niet goed in de bestaande woningbouw. En dan worden er dit soort oplossingen gevonden. De containerwoningen, de verplaatsbare woningen. Op zich slimme systemen. Als architect denk ik van, nou, ik zie toch nog wel wat verbeterpuntjes. Hè? En,
Maar het is niet alleen de architectonische kwaliteit waar je je vragen bij kunt stellen. Het echte probleem is dat ze eigenlijk te lelijk zijn om te laten staan. En dat zijn ze ook voor bedoeld. Ze zijn, je kunt ze ter plekke neerzetten en weer weghalen. Maar dat betekent ook dat ongeveer 2/3, ruim 2/3 van de kosten zitten niet in de kwaliteit van deze woningen, maar die zitten in het feit dat je tijdelijke funderingen moet aanleggen. Je moet de installaties naartoe brengen, gas, water, licht. Je moet ze weer vervoeren, demonteren, je moet ze opslaan. Dus er gaat heel veel geld, in wat dan een goedkope oplossing heet te zijn, gaat zitten in, niet in de woonkwaliteit, maar in al het gedoe eromheen. Dus dat zijn eigenlijk twee zaken waarvan ik dacht, dat moet echt beter kunnen. Zowel de architectuur als het feit dat je ze eigenlijk zo moet maken dat je ze niet voortdurend weg wilt halen op het moment dat het gebruik verandert. En dat waren eigenlijk de doelen van die prijsvraag. Gebruik die statushouders, die vraag als de motor. Maar maak het ook voor andere doelgroepen relevant. Een gewone vorm van volkshuisvesting, maar dan een lichtere vorm van volkshuisvesting. Kijk ook naar de leegstaande gebouwen en niet alleen tijdelijke oplossingen. Ook voor een architectenwereld die zwaar onder de crisis te lijden had. Agendeer het, hè, van besef dat er nieuwe opgaven zich aandienen in al die maatschappelijke problemen. Ontwerpkracht kan het verschil maken als je je voor maatschappelijke opgaves kunt inzetten. En ook belangrijk, oplossingen niet alleen voor Nederland, hè. We hebben nieuwe materialen, nieuwe productietechnieken, nieuwe inzichten, waanzinnig goed opgeleide architecten. Dus ik heb het idee van die tijdelijke huisvesting kunnen we ook gebruiken voor gebieden buiten Nederland. En de oproep aan de ontwerpwereld was niet te vergeefs. We kregen 366 inzendingen, 366 teams die zich op de vraag hadden geworpen. En ik vind het ook belangrijk dat we niet de architectenwereld vragen voortdurend om voor helemaal niets te werken en allerlei plannen uit te werken. Dus we hadden ook heel nadrukkelijk er een ideeënprijsvraag van gemaakt. En dat doen we nu bij de tweede, who cares ook. In de eerste ronde is anoniem en je mag maximaal 2 à 3 beeld inleveren en 1 à 4 tekst. Het gaat om de kracht van het idee, niet op een hele verdere uitwerking. Dus en daarin hebben we ook op geselecteerd met een jury, heel veel werk van gemaakt om ieder idee goed te doorgronden. Daarin 12 ideeën naar boven gehaald waarvan we zeiden, die zijn interessant. Die 12 teams hebben ook een budget gekregen om het project verder uit te werken. En uiteindelijk 6 winnaars gekozen die ook de mogelijkheid hebben gekregen om prototypes te bouwen, schaal 1 op 1. De Dutch Design Week afgelopen oktober hebben we ze tentoongesteld. En tussen het lanceren van de prijsvraag en de prototypes van totaal vernieuwde ideeën, 9 maanden. Hè? Dus innoveren kan best snel als je je daarop inzet. En dit zijn woningen die inmiddels ook in grotere aantallen geproduceerd gaan worden. Links in Groningen. Dit is ook wel interessant. Huizen onder zonnepanelen. Dus veel gemeentes zijn bezig met de duurzaamheidsvraag, willen zonnepanelenvelden aanleggen. En deze jongens hadden bedacht, nou, daar kun je eigenlijk ook wel een huis onder maken. En dan levert ieder huis levert genoeg energie voor 2 huizen. Dus als je als gemeente dit soort huizen bouwt, krijg je als het ware gratis energie bij. En het goede van bouwen van prototypes is dat je ook even ziet van, nou, hoe werkt dat van binnen? En heel veel weer van geleerd. En ook deze, de Finch Building, interessant, hè? Eigenlijk gewoon vloer, wanden en plafond massief hout. Ze zien er heel mooi uit. Maar je kunt ze ook tot 6 lagen hoog stapelen. Je kunt ze ook koppelen. En het is een perfect alternatief voor wat wij als de containerwoning kennen, dat modulaire bouwsysteem. Behalve dan, als je deze in de stad zet, zal de buurt niet zeggen van Jezus, hè, wat ziet er dat uit en de buurt gaat achteruit. Dit zijn types die je neer kunt zetten, daar kunnen vluchtelingen in, maar daar kunnen ook studenten in. Je kunt wisselende groepen erin hebben. Je kunt ze als apart te woning neerzetten, maar dus ook als een stedelijke ontwikkeling.
Leiden gaat er hier nu 140 van bouwen en deze architecten hebben ook contacten weer met andere steden. Leuke jongens ook, die met hun prototype rond zijn gaan rijden, ook asielzoekers in hebben laten slapen van hè, hoe gaat dat nou? Hè? Wat, hè? En dat onderzoeken van die interieurs. Maar meer interessante ontwikkelingen die we daarmee ook nu aan het stimuleren zijn. Iemand die een bouwsysteem heeft gemaakt waarmee je iedere vorm van afval een huis kunt bouwen. Hè? Met allerlei slimme combinaties. Ook een interessante ontwikkeling. De Domuskoffer. Linksboven is de Domuskoffer. Past in iedere lift, is er op gemaakt. En als je die, daarmee kun je iedere willekeurige leegstaande ruimte in 2 uur omvormen tot een woonruimte. Je klapt hem uit, er zit een toilet in, een douche, een wasmachine, een keuken. Afvoer gaat via het plafond. In die keuken, die centrale kolom, heeft ook de verwarmingen. Waanzinnig interessant, hè? Je kunt ze, bij wijze van spreken, net als dat je een auto aanschaft, kun je je studerende kinderen zo'n ding meegeven en veel succes in de wereld, hè? Maar allemaal ideeën waarvan je denkt van, leuk, hè? En dat kun je dus in 9 maanden, niet toevallig 9 maanden misschien, hè? Dat kun je een totaal nieuw idee uitzoeken. Ook interessant, hè? Bijna niet te zien, maar het meisje links studeerde nog. Hè? En dankzij het feit dat we het anoniem hadden, die eerste ronde, was het de kracht van het idee dat telde, hè? En niet de reputatie. Zij studeerde nog en ze is een van de prijswinnaars. Hè? Met een heel mooi systeem, wat ze samen ontwikkeld heeft met de jonge links, Pieter Stoutjesdijk, die er al verder mee was. Namelijk met de computergestuurde freesmachines, panelen zo frezen dat je ze zonder gereedschap en zonder bevestigingsmiddelen in elkaar kunt klikken. En waarmee je dus hele woningen kunt bouwen, ook in leegstaande bedrijfshallen. Je voegt daklicht toe en je kunt een soort heel ding, en iedereen kan het zelf in elkaar zetten. Ook een heel interessante ontwikkeling. Goedkoop. En zeker iedere keer dat iedereen het maakt, leert hij weer meer bij. De software wordt slimmer. En afhankelijk van het plaatmateriaal dat je kiest, kun je heel veel mogelijk maken. En een hele interessante, ook een René van Zuuk, een gerenommeerd architect die door de anonieme ronde heen was gerold. Een huis van polystyreen, van piepschuim. Een prachtig ding, helemaal uit één massief blok gesneden, een soort geneste elementen, dus bijna geen afval. En interessant vinden wij, omdat je in heel veel vluchtelingenkampen mag je niet bouwen. Als je in Jordanië komt, in Libanon, landen waar niet 25% van de bevolking vluchteling is, maar ruim 30%. Die hebben kampen waarvan ze zeggen, we willen niet dat daar gebouwd wordt, want dan worden het permanente settlements en dat hebben we liever niet. Dus die mensen moeten in de tenten blijven wonen. Terwijl het daar zomers bloed en bloed heet is en 's winters gewoon vriest. Hè? Een polystyreenhuis biedt zowel voor hitte en voor kou natuurlijk heel veel mogelijkheden. Dus dit is met een interieur van karton. Ook allemaal erg goedkoop. En omdat het één materiaal is, makkelijk herwinbaar. Maar je kunt het dus, hier zie je het, hoe het systeem werkt. Mensen kunnen het zelf ter plekke in elkaar zetten. Afwerken met leem die je ter plekke vindt. En als je er een raam bij wil hebben, snij je er een raam bij. Hè. Het is een soort totaal andere manier van nadenken over huisvesting. Met Maxima, die we op bezoek kregen. Dus die prototypes hebben heel veel aandacht getrokken. En zelfs zoveel dat ik op een gegeven moment ineens een telefoontje uit New York kreeg. Conferentie over vluchtelingenstromen. Of ik kon laten zien wat we in Nederland aan het bedenken waren. Dus je ziet hoe snel het simpelweg beroep doen, gericht op ontwerpkracht, hoe ver dat kan leiden. En zo'n conferentie in New York, waar ik het mocht presenteren, heeft ook meteen weer gevolgen. We hebben ook nu contacten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met vluchtelingenkampen in Libanon. Dus we gaan kijken, zijn er ideeën die we nu kunnen toepassen om daar verbeteringen te maken. Zondag ga ik naar Mumbai, de sloppenwijken. Hebben mij dezelfde vraag gesteld. Hè?
Van, we hebben gezien dat jullie allerlei ideeën hebben. Wij zoeken ideeën. Kunnen we eens praten? En dat is natuurlijk wat ontwerpkracht kan doen. Hè? En daarin zijn we als Nederlandse ontwerpers natuurlijk ook erg goed. En breaking news. De prijsvraag is nu genomineerd voor de Mies van der Rohe Award. Onder architecten bekend als een hele beroemde prijs. Die eigenlijk alleen voor gebouwen wordt uitgereikt. Hè? Dus we zijn er enorm trots op dat ze niet een gebouw nu nomineren, maar eigenlijk onze prijsvraag. Hè? Het idee dat je ontwerpkracht op zo'n manier kunt toepassen. We hebben nog lang niet gewonnen, maar alleen al het feit dat we genomineerd zijn, betekent natuurlijk wel wat. Hè? Ook over hoe je de ontwerpwereld ziet. Ik zei het al, er is veel veranderd. De jaren 50, hè? We kennen het, de grote kinderrijke gezinnen, hè? De sociale netwerken waarin we opereerden. En wat er allemaal veranderd is, hè? Het werd al even in de inleiding genoemd, kinderrijke gezinnen worden minder en minder. We groeien toe naar 40% alleenstaande huishoudens. Dus dat is een grote verandering. Het verenigingsleven valt weg. Hè? De vergrijzing, een heleboel factoren die veranderen. Behalve onze woonwijken nog. Hè? Die hebben een traagheid die in sommige gevallen heel goed is. Maar we moeten gaan nadenken. Wat kunnen we nu met onze woonwijken om met deze vraag om te gaan? Want er zit een wereld te winnen als we die maatschappelijke vragen serieus nemen. We hebben net een paar weken geleden de Gouden Piramide uitgereikt. Een Rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap. Een prachtig project. Een hospice midden in het centrum van Leiden. Gebouwd door een verpleegster die het niet meer kon aanzien wat ze tegenkwam. En het is een hospice voor jongeren met een levensbedreigende ziekte. Die zeg maar in het eindstadium zitten. En ze heeft gezegd van ja, maar die zitten altijd of in ziekenhuizen of instituten ver weg van de stad. Ik wil een hospice midden in het centrum, zodat ze toch nog de stad in kunnen. Midden in een studentenstad, met vrijwilligers als studenten, die met hun leeftijdsgenoten dan daar werken. Prachtig, hè? Hoe je zo'n stad daarmee een hele nieuwe impuls kunt geven. En dat is denk ik hoe we ook deze vraag moeten gaan beantwoorden. De vraag van hoe gaan we met die vergrijzing om? Hoe gaan we om met de mensen die het moeilijk hebben? Gemiddeld behoren we tot de gelukkigste mensen ter wereld. Gemiddeld, hè? Er is een groep die buiten de boot valt. Ouderen hebben dat risico als we dat niet goed doen. Als we zeggen van nou, zelfredzaamheid is nu het devies, mantelzorg. Voor heel veel ouderen gaat dat goed. Er gaat heel veel goed. Onze steden doen het geweldig. Maar er is een groep voor wie het niet goed gaat. En die groep hebben wij nu voor de tweede prijsvraag in het vizier. Van denken, daar kunnen we ook beter over nadenken. Want hoe wij met onze ouderen, hoe wij met de zwakkeren in onze samenleving omgaan, dat tekent wie wij zijn. Wat wij als maatschappij betekenen. En dat is ook deels een prachtige ontwerpvraag. Who cares? Hebben we hem genoemd. Het heeft die dubbele betekenis, hè, van who cares, van zoek het maar uit versus hè, die oprechte interesse van nou, wie zorgt nou eigenlijk? Hè? Veel partners gezocht. Het succes van de vorige prijsvraag maakt dat we nu veel makkelijker partners kunnen vinden om deze prijsvraag te organiseren. Verschillende ministeries doen mee, de Raad voor Samenleving en Gezondheid doet mee. Maar ook 4 steden. Groningen, Almere, Rotterdam en Sittard-Geleen. 4 steden waarin we echte wijken hebben geselecteerd. Met echte vragen waaraan we kunnen werken. 4 steden met hele verschillende wijken. Zodat je ook verschillende situaties kunt bestuderen. Waarbij we de gemeente betrekken. De bewoners uiteraard betrekken. De corporaties betrekken. En de zorgverleners. En dat is ook wat we in deze prijsvraag heel nadrukkelijk tegen de architecten zeggen. Ga het niet in je eentje oplossen als je meedoet. Associeer je met mensen uit de zorg. Associeer je
met een oudere, iemand die echt oud is, die weet wat het betekent. Oud zijn, de vergrijzing, het is niet een soort ziekte. Hè? Oud zijn, ouder worden, is wel heel hard werken. Hè? Het leven wordt er niet eenvoudiger op. Je kunt dat wel als een ontwerpvraag behandelen, waardoor het eenvoudiger kan worden of makkelijker te integreren. En eigenlijk is de doelstelling die we bij deze prijsvraag hebben identiek aan de prijsvraag voor de vluchtelingen. We gaan het onderzoeken, we gebruiken die urgentie van de vraag als een motor om te innoveren, maar niet alleen voor de ouderen, niet alleen voor de zwakkeren. Als je stad goed inricht voor de zwakkeren, richt je hem goed in voor iedereen. En daarbij moet je nadenken van wat wil je met die stad. Maar ook al het leegkomend vastgoed, hè, dat zorgvastgoed, maar ook kantoren. Kun je die inzetten om met hele andere vormen van samenwonen te experimenteren? Ik zeg altijd, in de middeleeuwen had je meer keuze als ouderen dan nu. Hè? Je had oude mannenhuizen, je had hofjes, je had begeenhoven, je had kloosters. Er waren heel veel vormen waarin je kon samenwonen. Dat is allemaal eigenlijk teruggebracht tot een verzorgingsinstituut of een appartement. Ik denk dat die behoefte bij bepaalde groepen om in andere vormen samen te wonen groot is. Dat er veel mogelijkheden zijn. Iedereen hecht aan privacy. Niemand hecht aan eenzaamheid. Hè? Je kunt vormen vinden waarin je werelden gaat combineren. En daarmee moet je experimenteren. Wat werkt er goed? Dat leegstaande vastgoed, het leegstaande zorgvastgoed met name, is een perfecte basis om mee te experimenteren. Je kunt gaan zien wat werkt en van daaruit verder werken. Dus eigenlijk precies hetzelfde als bij de eerdere prijsvraag. Kijkend naar onze wijken. Niet van, nou we gaan eens even alles slopen en opnieuw beginnen. Absoluut niet. Eerder besef dat in onze woonwijken dat we een prachtige traditie hebben, een optimistische traditie, met een zeker weefsel wat je een nieuwe betekenis kunt geven. En zet dat in. Kijk naar hoe een wijk functioneert. Het is maatwerk. Dus vandaar ook dat we 4 specifieke wijken hebben onderzocht of gaan onderzoeken. Maar de uiteindelijke vraag is natuurlijk dit. Hè? Wat zijn we als maatschappij? Hè? Hoe gaan we ermee om? Dat steeds meer mensen in een sociaal isolement terechtkomen waar ze niet uitkomen. Hoe kun je je stad daarvoor inrichten? En als je dat goed doet, doe je het goed voor iedereen. Dank u wel. Bedankt voor uw verhaal. Ik geloof dat de wethouder verder gaat met de brainstorm. Dus veel succes. Jullie verlaten de zaal nu. Ik wil even naar de zaal, want er zijn vast vragen aan Floris Alkemade. Ik ben wel benieuwd, er zijn een aantal architecten hier in de zaal. Ik ben wel benieuwd of zij geïnspireerd zijn geraakt door dit verhaal. Want ik was erg onder de indruk van wat de vorige prijsvraag heeft opgeleverd. A Home Far Away Home. Dat is misschien nog wel leuk om even te vertellen dat wij als kast de tentoonstelling die er, want er is een tentoonstelling volgens mij van gemaakt, die gaan wij komend jaar naar Tilburg halen. Dus daar kunt u nog, ik denk de modellen wat u ook hier heeft laten zien, zien. Ja. Ik vind het een fantastisch verhaal. Het is ook heel mooi in de historie geplaatst. Wat met de enorme regelgeving in Nederland om zulke dingen te verwezenlijken, zulke ideeën? Ja. Nou, het antwoord is eigenlijk simpel. Ik interesseer me helemaal niet voor regelgeving die belemmerend is. Hè. En dat heb ik ook bij de eerste prijsvraag gezegd. En ik ben ook naar de ministeries gegaan. Hè. Ik heb nu overal toegang, dus ik gebruik dat ook. Naar de mensen die de regels maken. En ik zeg van jongens, we gaan het anders doen. Hè, want we moeten andere vragen beantwoorden. En dat zijn eigenlijk hele laconieke jongens. En die zeggen van nou, maar wij maken die regels. En wij weten, er kan veel meer binnen die regels dan er gebruikt wordt. Het is niet de regel die belemmerend is, maar de interpretatie van de regel.
En kom maar naar ons op het moment dat jij denkt dat een wet of een regelgeving belemmert. Dan gaan we jou uitleggen wat je wel kunt. En als we dat niet kunnen uitleggen, gaan we de wet veranderen. Dus die toezegging heb ik. En het grappige is dus, we hebben nu die prijsvraag Home Away Far From Home. We hadden er een paar, hè, en dan de trap net te stellen, net dit. En het is... Sommige dingen kun je aanpassen. We hebben ook gezegd, we willen absoluut geen concessies doen als het op brandveiligheid gaat of dat soort dingen. De veiligheid staat voorop. Maar je kunt wel een aantal andere dingen doen. En er komt nu ook een nieuw bouwbesluit, een nieuwe regelgeving komt eraan waarin meer mogelijk is. We zijn een beetje aan het kijken, dat gebeurt ook weer op die ministeries nu, van welke vrijheden kun je geven. Want bijvoorbeeld moet je bijvoorbeeld vrijgeven de breedte van een gang of de breedte van een deur. Hè? Die zijn allemaal gestandardiseerd en dat kan eigenlijk best minder. Maar dan zie je dus wel mensen, hè, vertegenwoordigers van invalide organisaties, hè, die zeggen dan ja, maar dadelijk maak je huizen waar iemand in een rolstoel niet meer binnen kan. Hè? Dat wil je ook niet. Hè? Dus je bent een beetje aan het zoeken van waar ligt die grens. Dus we hebben telkens gezegd van... als jij denkt dat je een woning moet maken die niet aan het bouwbesluit voldoet, of kan voldoen, mag dat, maar beargumenteer waarom niet en waarom jij denkt dat je het beter weet. En in die zin denk ik dat we met dit soort prijsvragen moeten omgaan. Niet een resultante van een regelgeving die op een ander regime is gebaseerd, maar gewoon het logisch nadenken, wat wil je, wat kun je, en dan terugredeneren van welke regels moet je eventueel aanpassen. Peter Blankenstein, je hebt het nu over ontwerpen, gebouwen, mensen. Ik ben in het nog niet zo grijze verleden aangelopen tegen ditzelfde probleem. Maar juist, en daarom vind ik het zo jammer dat die wethouder weg is, op dat gemeentelijke niveau zijn er ook dingen die heel belemmerend gaan werken. Een van de meest simpele dingen die we als woningcorporaties tegenkwamen is... Oudere mensen konden niet meer blijven en wat je ook aan hun huis deed, had eigenlijk geen zin. Want, en dat was het makkelijkste voorbeeld, winkelstrips, het doen van je gewone boodschappen, die voor die ouderen heel belangrijk is. Ja. Ze verdwenen, want het was niet economisch genoeg. Het verkeer- en vervoersplan werd erop ingericht dat je overal... met een behoorlijke loopafstand wel een bus kon vinden... die je van niks naar nergens bracht... maar niet op die plekken waar die ouderen moesten zijn. En het was dus ook economisch gezien niet praktisch... om dat soort dingen te veranderen. En dan botsen twee werelden. Ja. Hoe kijk je in je who cares tegen dat soort dingen aan? Nou, we lanceren hem morgen en dan zal ik duidelijk worden dat we... ook heel nadrukkelijk vragen van hoe richt je het openbaar domein in, hè? En hoe programmeer je dat. Dat is een heel nadrukkelijk een onderdeel. Dus vandaar ook dat we hebben gezegd, het gaat over de wijken, hè? De aanpak van de wijken. Want we hebben, ook als atelier Rijksbouwmeester, meerdere projecten afgelopen jaar gedaan met ouderenzorg. En een daarvan hebben we studenten mee laten lopen met ouderen. Hè? Gewoon van, hoe werkt nou, hè? Zo'n dag? Hè? En wat doe je nou? Hè? En dan, het is... fascinerend om te zien hoeveel je niet begrijpt en niet weet. Hè? Ouder, hoe weinig ze uiteindelijk nog kunnen zien. Maar gewoon de route naar het centrum, een stoeprand die te hoog is, kan voor een oudere aanleiding zijn om maar niet meer naar buiten te gaan. Hè? En ineens een soort isolement te raken. Het zijn vaak de meest banale zaken die een enorm effect kunnen hebben. Dus dat willen we ook in beeld brengen. En ik heb dit verhaal in iets andere vorm laatst ook verteld aan de ledenvergadering van de GGZ. Hij zei van, jullie hebben kennis, jullie hebben ook frustraties, hè, van wat allemaal telkens niet goed gaat. Doe ook mee aan deze prijsvraag. Hè. Zoek een architect erbij en gebruik je eigen inzichten... en om nieuwe modellen te bedenken. En dat bedoelde ik ook met, dat zingt af en toe rond op het internet, dat ik radicaal wil slopen, dat is absoluut niet zo. Maar ik heb wel gezegd, durf in te grijpen, hè. Denk verder dan alleen een trapliften. Als in zo'n wijk, als je ziet van nou, als we dit blok eruit halen
En er ontstaat een totaal nieuwe route waardoor ineens gebieden verbonden zijn op een logischere manier. Of je wilt juist verdichten, aarzel niet om dat ook te doen. Hè? Een stad is een levend ding, je moet dat bewerken en telkens aanpassen. En het is inderdaad dat hele sociale leven, het openbare domein, daar zit natuurlijk een groot deel van de oplossing in. Dus dat heeft absoluut onze aandacht. Het is een opgave die door heel veel partijen opgepakt zou moeten worden en waar heel veel partijen over mee praten. Ik heb hier meneer Noorlanden zitten. U bent van de afdeling vastgoed van Thebe. U mag wel even staan hoor. Ik ben wel eigenlijk benieuwd hoe u vanuit Thebe naar dit verhaal luistert. Nou, ik zie heel veel herkenbare dingen. Thebe heeft heel veel verpleeghuizen, heeft ook heel veel thuiszorg in zijn pakket. Wat we zien bij die verpleeghuizen is dat die steeds moeilijker toegankelijk worden en dat het verblijf daarin steeds korter wordt. Dus ik hoorde laatst al dat de gemiddelde verblijfsduur van nieuwe cliënten ergens tussen de 6 en de 9 maanden is. Dat is bijna een soort palliatief centrum geworden. En al die mensen die daar niet inkomen, die blijven dus gewoon ergens wonen. En die proberen we met thuiszorgteams zo goed mogelijk te bedienen. We zien ook dat die thuiszorgteams ook vaak tegen het probleem aanlopen dat iemand geen netwerk meer heeft. Daar kan je een stukje in doen als thuiszorg. Hè. Dat kan je niet oplossen voor die mensen, maar je kan ze wel activeren. En ja, ik zie ook gewoon heel veel kansen in de woonomgeving in dit verhaal. Waar je ook wat mee kan voor deze groep. Die Finch, huizen, ja. die kan je zo in je tuin zetten. Dan heb je een prachtige mantelzorgeenheid die er beter uitziet dan die dingen die we vaak nu zien. En dat is dan een beetje buiten ons gezichtsveld, omdat het niet institutionele zorg is, maar gewoon mantelzorg door familieleden of verwanten. Maar dat zijn natuurlijk oplossingen die steeds meer opgang gaan vinden. En ik vind dat wel inspirerend. Zo'n domuskoffer, zet hem in je garage, kan je ook je moeder laten wonen. Ja, dat nee, maar het is inderdaad die Finch Building, dat is ook een heel goed voorbeeld. Veel mensen die denken van nou, hè, ik zou mijn moeder best thuis willen laten wonen, maar ja, dat past helemaal niet in het huis. Hè. Als je dan zo'n ding in je tuin takelt en die kun je er ook weer uithalen, dan heb je een soort flexibiliteit toegevoegd die veel kan betekenen. Hè. En als het gaat om de woonomgeving en de wijken, wat zou u de ontwerpers willen vragen? Of voor tips kunnen meegeven? Of waar moeten ze zich van bewust zijn volgens u? Nou, ik denk dat ze heel goed moeten kijken naar de veiligheid voor ouderen. Je stipt het ook al aan even. Een ongelijk stoepje en het kan gebeurd zijn. Ik heb het aan mijn eigen moeder gezien. Die heeft de armen gebroken en dat wilde niet meer helen. En ze kon zich niet meer zelf aan- en uitkleden. Gewoon door zo'n ongelijk dingetje in straat. Ik denk ook, als je het hebt over gezondheid, probeer een woonomgeving te creëren die stimuleert om gezond te blijven. Dat je meer gaat lopen, meer gaat bewegen. Dat je makkelijker die auto uitgaat. Misschien ook voorbereiden op automatisch rijdende auto's. Dat zou een hele mooie aanvulling zijn voor, we hebben nu even de buurtbussen. En dat is, ja, daar word je ook niet altijd vrolijk van. Dus dan moet je een half uur wachten en dan komt hij niet of hij komt te vroeg. En dan weer naar de gym en dan ben je halverwege bezig en dan moet je weer eerder weg omdat die bus er al staat. Dat soort systemen kunnen denk ik ook heel interessant zijn om mensen langer thuis te laten functioneren en gezond te laten zijn en actief te laten blijven. Nee, zeker. Die technologische ontwikkelingen hebben ook heel erg veel voordelen. En die zelfrijdende auto kan bijna individueel openbaar vervoer worden, hè, in bepaalde vormen. En dat voor heel veel ouderen zal dat een groot verschil kunnen maken. Ja. Maar dat gaat dan een heel andere impact op die wijk hebben. Ja. Dus zeg maar de wijk als een soort sociale eenheid, ik weet niet of die ooit bestaan heeft, maar ja, dat wordt dan anders, denk ik. En ik denk ook dat er een generatie ouderen aankomt die wel met tablets en met pc's omgegaan. En dat gaat ook anders worden, denk ik. Ja, maar het is niet zo dat als je met tablets en pc's omgaat, dat je dan niet het risico hebt om sociaal geïsoleerd te raken. Daar zitten nog twee verschillende domeinen. En tegelijkertijd is het natuurlijk zo, voor heel veel ouderen gaat het goed, voor heel veel ouderen is het fantastisch. Hè? Maar bij de GGZ dan zitten ze natuurlijk ook met verwarde mensen, hè? Die
waarbij je echt moet afvragen, is het nou zo goed als die zelfstandig wonen? Ik bedoel, wel goed, maar bepaalde vormen van samenwonen, van begeleid wonen, van dingen ook delen, heeft ook heel veel voordelen. En dat zijn typologieën die wel hier en daar bestaan, maar daar moeten we mee experimenteren. Dan kun je ook heel veel winnen. Want het, Wat verwacht u eigenlijk van de corporaties in dit verhaal? Want ik heb een aantal corporaties gesproken in aanloop van dit onderwerp. En zij vonden het heel moeilijk, omdat zij zeiden van ja, wij zijn eigenlijk alleen van de woningen. En de woonomgeving is een onderdeel van de gemeente. Ja, maar wat wij doen, ook daarvoor geldt, we kijken niet naar dat soort lijnen. We zeggen gewoon werk samen en kom met een logische en goede oplossing. En een van de partners die wij in Rotterdam hebben is Humanitas, een hele grote zorggroep. Een van die zorggroepen die telkens in de krant komt, want dan klopt het niet wat ze doen qua rapportage. En die man die kwam naar mij toe en zei, ja, en die was dan de nieuwe directeur. Hè. Hij zei, al dat vastgoed wat we hebben, het is totaal achterhaald, verouderd, te duur. We kunnen het niet en iedereen zit ons een nek te zeggen dat we het anders moeten doen. En ik ben totaal bereid om alles anders te doen en weet jij hoe. Hè? En dat is eigenlijk een hele mooie basis om te gaan samenwerken. Hij weet wat niet werkt, hij weet wat hij wil. En wij kunnen de ontwerpwereld eraan gaan koppelen. En wat mij... er zijn niet zoveel dingen die mij frustreren, maar wat mij soms wel frustreert is dat als zaken voor ouderen worden ontworpen, dat ze, ja, alsof het alleen nog maar de kleur beige is en een soort lelijkheid krijgen dat je denkt van, hè, moet dat nou? Hè? En waarom nemen ontwerpers dat niet serieus? Hè? Je kunt daar een hele andere kwaliteit, een hele andere stijl ook aan toevoegen. Het gaat uiteindelijk ook om schoonheid en om kwaliteit. Hè? En daar is waar architecten van zijn. En die werelden moet je bij elkaar brengen. Ik wil even reageren. Die woningcorporaties zeggen we zijn alleen van het wonen. Ik denk dat dat juist hun rol wordt. Want er is bijna geen ander wonen dan gewoon zelfstandig wonen in de toekomst. Wij houden er nu al een beetje rekening mee dat ook zeg maar, de hele zware zorg. Dus mensen die een zorgindicatie 5 of hoger hebben, dus die zijn dementerend, hebben behandeling nodig of zwaar somatische hulp nodig en behandeling. Dat die mensen ook binnen een jaar of 3 ook zelfstandig moeten gaan huren. Dus die huisvesting gaat veel meer losgekoppeld worden van de zorg. En dat betekent dat je daar ook als zorginstellingen, maar ook als woningcoöperaties, toch intens over moet nadenken, waar wil ik van zijn en hoe wil ik dat samen met andere partijen oplossen. Ja. Nee, het is ook niet zo dat we gaan wachten op wat corporaties wel of niet gaan doen. Uiteraard zijn ze heel belangrijk, maar wij richten ons heel nadrukkelijk ook op de groep die nog niet totaal afhankelijk is. Hè? Mensen die eigenlijk nog heel goed in staat zijn om hun leven vorm te geven, zich daar dan ook voor te bereiden. In de Bijlmermeer heb je een van die flats die op het punt stond afgebroken te worden, omdat niemand meer wist wat ermee moest. Daar hebben ze bijna als een soort experiment gezegd, we gaan er een klusflat van maken. Dus alleen casco opleveren. En mensen mochten het zelf doen. Hè? En daardoor werden die woningen ineens zo spotgoedkoop, dat een hele nieuwe groep zich dat kon veroorloven. En daar kun je mensen ook op aanspreken. Als je alleen al kijkt naar alle ZZP'ers die wij hebben, en die geen goede pensioenvoorziening hebben, hè? Die kun je op een gegeven moment natuurlijk ook in zo'n leegstaand vastgoed gewoon aan de gang zetten. Hè? Maak je eigen woning maar. Hè? En dat soort mechanismes op een andere manier daar aan denken, dat is wat we proberen te cultiveren. Oké, bedankt. Okay. Ja, er is daar een vraag. Een microfoon, doet hij het? Ja, nu doet hij het. Ja, dank voor uw inspirerend verhaal. In het begin zei u, wonen of bouwen kan niet zonder een sociale component. En u heeft hele mooie voorbeelden laten zien, die we ook in Eindhoven konden zien. En hoe kunt u nu met architectuur een stempel op een wijk zetten, of een omgeving, dat we zeker in deze toch wel iets verharderende samenleving, nou net samen gaan leven in zo'n wijk, en niet, bij wijze van spreken, allemaal in van die driehoekige huisjes gaan wonen, waar dan een zelfrijdende auto naar voren komt. En ook een beetje om die kloof tussen arm en rijk. Want we zitten hier ongeveer 300 meter af van de Leihoeve.
Een heel mooi en luxe bejaardenoord, of hoe ik het moet noemen, weet ik eigenlijk niet precies. En dat we niet dat soort... Ja, dat is eigenlijk geen wijk. Dat is alleen maar een wijk voor de happy few van deze stad. En hoe ziet u dat in de architectuur, dat u met die vernieuwing, die sociale component, dat we wat fijner, wat warmer met elkaar omgaan? Nou, ik denk dat er een hele belangrijke rol is weggelegd voor het openbare domein. Hoe we onze straten en onze pleinen inrichten. En daar moeten we op een andere manier op gaan nadenken. Het is natuurlijk altijd zo geweest dat... Of het verenigingsleven, of de kerk, of de winkelstraat, of de bibliotheek, dat samenbindende element was. En die vallen weg. Hè? De manier waarop we allemaal op internet zijn gaan winkelen, betekent natuurlijk veel voor de winkelstraten. Dus we moeten eigenlijk weer terug bijna naar de 19e eeuw, voordat al die winkels opkwamen. Nou, toen waren dorpen ook leefbaar. Hè? Toen waren er ook grote verschillen tussen arm en rijk. Dus we moeten leren om weer gewoon mooie straten te maken, goede openbare ruimte, waar ontmoeten veel vanzelfsprekender wordt. En het is ook niet zo dat je het allemaal overal helemaal gezellig moet maken. Het kan ook zijn dat gewoon een paar punten, één kroeg op de hoek kan al heel veel doen, één goede frietent kan al heel veel doen. Hè. Het gaat precies om juist die verfijndheid die je erin weet te brengen. Maar het kunnen dus ook gemeenschappelijke tuinen zijn. Hè. Je kunt allerlei middelen inzetten dat het ontmoeten, elkaar tegenkomen, vanzelfsprekender wordt, aantrekkelijk wordt. En dat is ook een deel van de vraag zoals wij hem nu stellen. Denk daarover na. En er zullen altijd groepen blijven die zich afzonderen. Er zullen altijd groepen zijn die een hele andere agenda hebben. Het is ook niet per definitie zo als je verschillende bevolkingsgroepen, maar zoveel mogelijk mengt, dat het dan goed gaat. Er is een veel preciezere bewerking en onderzoek voor nodig om te zien wat goed werkt. Daarvoor moet je experimenteren en daarvoor moet je ontwerpprijsvragen organiseren en dingen gaan proberen. Maar het is dus precies dat, hè, dat sociale leven, wat wij op een of andere manier in onze tijd moeten zien vorm te geven. Wetende dat er een heleboel factoren die dat vroeger vanzelfsprekend maakten, nu verdwenen zijn. Maar het is niet zo moeilijk, want we hebben eigenlijk geen keus. We zullen wel moeten. Een belangrijke factor voor ouderen, waardoor dat sociaal leven wellicht een kans heeft, is dat ze minder mobiel zijn en daardoor eigenlijk min of meer gedwongen elkaar moeten opzoeken. Ze hebben geen actieradius meer, dus ondanks alle zelfrijdende auto's die we misschien in de toekomst gaan krijgen. Maar het moet voor hen toch in hun eigen omgeving gebeuren vaak. Ja. Ja. Nee, maar kijk, daar is dat leegstaande zorgvastgoed wel interessant. Hè? Want je kunt zeggen van nou, dat kunnen een soort zelfstandige woonunits worden. Maar wel met de gang waarin je in een gemeenschappelijke kamer komt. Hè? Dus dat je moet voor verschillende groepen met verschillende afhankelijkheden verschillende modellen ontwikkelen. We zijn daar heel rijk in geweest, in dat soort dingen, in de zorg. Dit soort instituten, zoals Koningsvoerder, wat niet alleen maar een zorg, maar ook gewoon wonen is, heeft de functie om juist mensen uit die wijk ook dat soort dingen te bieden. Een van onze grote problemen is natuurlijk dat dit het eerste is wat we in de laatste grote bezuinigingen er helemaal uitgesneden hebben. Ja. Zorginstellingen kunt niet meer betalen, corporaties kunnen het nauwelijks en mogen het eigenlijk niet meer betalen. Al die zogenaamde woontussenvoorzieningen zijn de laatste 15, 20 jaar gewoon verdwenen. Ja. Nee, dus de andere zorgconcepten is een deel van de vraag die we stellen. Maar ook het idee van, je kunt ze niet in dezelfde vorm terugbrengen. Niet met dezelfde zorg. Maar je kunt natuurlijk wel mensen op een bepaalde manier laten samenwonen. Dat het ook vanzelfsprekender wordt dat je elkaar in de gaten houdt, dat je elkaar helpt, dat je elkaar ontmoet. Hè? Het feit dat iedereen langer thuis wil wonen, iedereen wil dat, maar op een gegeven moment zijn mensen zo afhankelijk dat ze eigenlijk wel iets anders willen, maar gewoon niet de mogelijkheid hebben. En ook alleen al mijn huis verkopen, alles verhuizen en ik kan eigenlijk nergens naartoe. Of ik ga ergens naartoe waar ik echt helemaal niemand meer ken. Dus dat soort vragen, op het moment dat je daar met meer flexibiliteit en meer intelligentie mensen op kunt voorbereiden, ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden. En daar moeten we naar op zoek.
Ik zie daar een vraag op. Zal ik op? Oh ja, houd hem vast. Mijn naam is Antoine van Hout. Ik wil eigenlijk even een situatie schetsen zoals ik hem zelf tegenkom. Ik ben woonachtig in een van de dorpen uit de omgeving. En daar speelt het ouder worden speelt daar ook een duidelijke rol. Een aantal mensen die hebben de handen ineengeslagen en willen daar iets aan doen. Toch blijkt het ontzettend moeilijk om iets tot stand te brengen, wat je dus op zo'n kleine schaal, met zoveel hulpvaardige mensen die er in de omgeving zijn, te realiseren. En dat is onder andere door regelgeving, financiering en juist van de grote instituten. Ja. Mijn inschatting is dat je naar kleine instituten toe moet, die misschien 20 of 30 van dat soort huizen ondersteunen, landelijk bouwen of laten bouwen en beheren, maar dat je dus naar een andere vorm van verdeling moet gaan dan wat we tot nu toe gewend zijn. Dus niet afhankelijk puur van de woningbouwverenigingen, ja. Van de zorginstellingen die groot zijn, maar probeer die kleine behoefte die er is, probeer die ook te voorzien. En je kunt die kleine behoefte bij zo'n dorp kun je ook vergelijken, ja, met de kleine wijkbehoefte in de buitenrand van de stad. Want dat is niet veel anders, denk ik. Ja. Okay. Ik ben het helemaal mee eens, hoor. Een prachtig voorbeeld van hoe een soort, als ik het even een burgerinitiatief mag noemen, hoe die telkens vastlopen tegen allerlei instituties. En het is duidelijk, het ligt niet aan u, het ligt aan die regels, het ligt aan die systemen waarin die instituten altijd hebben geopereerd. En die moeten zich nu ook omvormen. En daarvan bewust worden is natuurlijk een deel van een cultuuromslag die gemaakt moet worden, die wij proberen te versnellen. Het heeft ook te maken met de manier waarop uiteindelijk ook de wet en regelgeving gaat werken. Er komt dat nieuwe bouwbesluit, er komt ook een nieuwe omgevingswet. Onderdeel daarvan is dat bestuurders veel opener moeten staan voor burgerinitiatieven, van bewegingen van onderaf. En dat zal niet van de ene dag op de andere gaan, maar het is wel dit soort logica van wat komen we tegen, wat zou de goede oplossing zijn, dat die logica ook leidt tot dan reële oplossingen. Dus wat dat betreft alle hulde voor dat initiatief en alle begrip voor de frustratie. In onze jury hebben we ook één vrouw opgenomen die oudere consulent is, dat heet dan zo. Die komt bij de mensen binnen die het op een gegeven moment niet meer redden. Dus die komt achter al die voordeuren en die moet dan kijken van hoe kunnen we iemand nou onderbrengen. En die heeft precies dit soort verhalen, hè, van en dan dit en dan die instelling en dan kan dit niet. Dus die zit bij ons in de jury om haar inzicht ook te gebruiken om te kijken van welke plannen hebben dat nou in zich om daar wel mee om te kunnen gaan. En verder nodig ik u uit om deel te nemen aan de prijsvragen. Iedereen kan dus meedoen. Ja, zeker. Ja, ontwerpers. Ja. Oké, een laatste vraag misschien. Ja, een laatste vraag. Ja, ik woon al zo'n 45 jaar in dezelfde straat. Heel plezierig. Maar nu krijg je mensen worden 70, 80, die verdwijnen en die zeggen ja, we wilden toch wel naar een seniorencomplex. Appartementen. Dus zijn meer de keuzes voor mensen die welgesteld zijn, is de keuze groter. Ja. En andere mensen, er is toch behoefte aan sociaal gebeuren in de straten, met jong en oud. Maar gaandeweg, als je niet meer mobiel bent, dan raak je wel geïsoleerd. Mantelzorg is ook al moeilijk, kinderen ver weg, enfin, iedereen heeft het druk. Mijn ideaal is eigenlijk om in de wijk een kleinschalige vorm van, zoals hier, een zorgtehuis. Andere structuur, maar wel kleinschalig, wel in de wijk, waardoor cohesie is met andere bewoners en toch een binding met ouderen onder elkaar. Ja. Het komt een beetje op neer van andere geluiden die ik nu heb gehoord. Maar waarom zou je eigenlijk elders naar de buitenwijk moeten verhuizen vanwege het ouder worden, waardoor je ook weer geïsoleerd wordt? Ja. Nee, het is wat ik al zei, het feit dat mensen langer thuis moeten wonen is prachtig
op zich, hè, als je dat goed weet in te richten. Iedereen wil dat, zeker in een wijk waar je mensen kent. Maar het kan ook zo zijn dat je een wijk zo inricht dat mensen wat makkelijker kunnen verschuiven. Je hebt ook mensen die op een gegeven moment in een veel te grote woning wonen, die ze heel moeilijk kunnen onderhouden, die ze eigenlijk niet gebruiken. Die een bepaalde waarde vertegenwoordigt die hen in staat zou stellen om een heel comfortabel leven te leiden in een kleinere woning. Maar dat ze gewoon niet kunnen doorschuiven. Als dat binnen zo'n wijk wel kan, zodat je niet uit je hele sociale netwerk wordt weggehaald. En dat dan die grotere woningen voor gezinnen beschikbaar komen. Dus je kunt een soort mechanisme voorstellen waarin dingen makkelijker bewegen. En dat mensen gewoon simpelweg meer keuzes hebben. Want het is prima als je blijft zitten waar je zit omdat als dat je keuze is. Het is niet prima als je blijft zitten waar je zit omdat je simpelweg niet weg kunt, terwijl je dat wel zou willen. En die vrijheid, die keuzemogelijkheden, die moeten erin komen. Want dat is goed voor de ouderen, maar dat is ook goed voor de nieuwe gezinnen die zo'n wijk een huis zoeken uiteindelijk. En daarbij, ik zei het al, er is nooit maatwerk. Hè? Je moet heel specifiek naar de situatie ter plekke kijken. Vandaar ook dat we 4 hele verschillende steden met heel verschillende wijken hebben gekozen. Als je in Amsterdam nu kijkt, Nieuw-West bijvoorbeeld. Hè? Amsterdam wil 40, 50, 60.000 nieuwe woningen bouwen. Dan heb je een hele andere dynamiek dan Sittard-Geleen. Dus dat willen we onderzoeken. Van hoe kun je dit soort, wat op zich simpele oplossingen lijken, hoe kun je die nou ook realiseren? Hè? En nogmaals, als maatwerk. Oké, bedankt. Dan wil ik u voor nu bedanken voor uw verhaal. En dan gaan we door met Danielle Huls. Turnhout, België. Daar zijn jullie bezig geweest bij een voormalig industriegebied. Daar konden jullie een nieuwe woonzorgwijk inrichten. Ik zal zo meteen even de sluit voor je klaarzetten. Ja. Goedenavond. Ik heb nu een bureau met Monica Ketting, dat heet Ketting Huls. Hiervoor werkte ik bij bureau B+B en samen met B-architecten hebben we een masterplan gemaakt voor een stationsomgeving in Turnhout. Het is een oud fabrieksterrein achter het station van Turnhout. Dit is de ring van Turnhout met hier het centrum en de trein, de spoorlijn die er doorheen gaat. En dit is het gebied. En het ligt eigenlijk tussen de binnenstad en de nieuwe kaai waar toen wij begonnen met het masterplan ze bezig waren met nieuwe woningbouw en een hele verbetering van die nieuwe kaai. Een aantal beelden van de binnenstad, het kasteelplein, de grote markt en de nieuwe kaai. Er werd ons eigenlijk gevraagd door de gemeente om een innovatiepool voor life science en global care te ontwerpen. En daarbij vroegen ze eigenlijk, ze gaven aan dat het dus niet alleen om onderzoek en innovatieve projecten rondom zorg en wonen, maar dat het ook om een nieuwe integrale woonzorgconcept en in bijbehorende hoogwaardige openbare ruimte gaat. En vooral dit laatste, hè, die bijbehorende hoogwaardige openbare ruimte, die vonden wij wel interessant. Of wij vroegen ons af, ja, wat betekent dat dan? Gaat het dan alleen maar inderdaad over materialisatie van die openbare ruimte? Of kan het ook betekenen dat je op zoek kan gaan naar een andere typologie van die stedelijke ruimte, van die openbare ruimte? Ik was toen in die tijd bezig met, of het is nog steeds niet uit, want het is een ongelooflijke dikke pul dit boek, De Toverberg van Thomas Mann. En het gaat over Hans Kastrop die 7 jaar verblijft in Davos voor de behandeling van tuberculose. Die toen in die tijd, eigenlijk voordat de antibioticum werd uitgevonden, werd behandeld door middel van gezonde lucht en eventueel het kunstmatig veroorzaken van een klaplong of het verwijderen van een aantal ribben. En het andere boekje is van Herman Hesse. Hij verblijft 3 weken in Baden voor jicht en zenuwpijn. En wat eigenlijk bij beide boeken heel erg opvalt, is eigenlijk het dagritme, de ongelooflijke traagheid van de dag en het dagrooster. Dit is Herman Hesse met zijn arts.
wat door de arts werd bepaald. Dus elke kuurgast, zoals ze heette, kwamen aan in het kuuroord. En daar werd samen met de arts een dagrooster bepaald. En dat bepaalde echt het ritme van die dag. Dag na dag na dag na dag. En 7 jaar dus bijvoorbeeld voor de hoofdpersoon van het boek van Thomas Mann. En die dagroosters of die ritmes die bestonden uit het verblijf van de patiënt in zijn kamer met het balkon en het terras. Het eten in de zaal was een ongelooflijk onderdeel van het dagrooster. Er werd uitgebreid ontbijt en geluncht en avondeten. Dus dit was echt de sociale bezigheid van alle gasten in het hotel waar ze verbleven. Nou, de lichtkuur was een belangrijk onderdeel daarvan. En voor tuberculose vooral die lichtkuur, maar kon ook een drinkkuur zijn, hè, waarbij je kuurwater werd gedronken water werd gedronken of een badkuur. En afhankelijk van de behandeling die je moest ondergaan, moest je oefeningen doen. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste was en wat elke rooster en onderdeel was, was de wandeling door de stad. En die werd eigenlijk bijna gefaciliteerd door die kuuroorden. En op verschillende manieren konden de kuurgasten door de stad heen bewegen en wandelen via de promenade. Maar ook de wandelhallen, zoals die heet, of wandelbaan. Dus het was eigenlijk een soort overdekte openbare ruimte die onderdeel was van het circuit door de stad heen. En de kolonnade, ook een openbare overdekte ruimte. En dit alles, zal ik maar zeggen, om echt die wandeling, die echt bij iedere kuurgast onderdeel was van zijn rooster, mogelijk te maken. Dus de steden die ontwikkelden zich rondom die route, die faciliteerden eigenlijk dat dagritme wat de arts was bepaald, eigenlijk door die nieuwe ontwikkeling in de gezondheidszorg. En door die roosters, die dagroosters die door de artsen werden bepaald, werden gefaciliteerd door die steden. Door die steden die bestonden uit hotels, casino's en balzalen. En die aan elkaar waren verweven door deze kolonnades, wandelhallen en promenades. En kennis of deze fascinatie, eigenlijk, die hebben wij meegenomen ook bij het masterplan wat we hebben gemaakt in Turnhout. Het station met de trein. En dit is het gebied hierachter. Het bestaat uit een soort open leegte in het midden. Een aantal verblijfs- of grote fabriekshallen, grote dozen. En rondom grondgebonden of appartementen in rijwoningen geschakeld. Een typologie, zoals je hieronder ziet, echt typisch Belgisch, vrij kleinere parcellering en in het midden juist die grote hallen en grote fabrieksgebouwen. Sorry, je heeft een beetje moeite met de grootte van het plaatje, denk ik. We hebben die twee bebouwingstypologieën, die hebben we ingezet. Rij een grond, kleinere parcellering van gebouwen aan de randen die aansluiten op de randen. En in het midden een open ruimte met een drietal grotere gebouwen eromheen. Maar deze bebouwingen of bouwvolumes die zijn eigenlijk zo gesitueerd zodat er een stedelijke ruimte ontstaat die als eerste in het midden een groot plein heeft. En dat plein dat wordt begeleid door een aantal gaanderijen. Die beschutting bieden en die niet alleen verbinden, die verbinden ook het plein met het station en de binnenstad, maar tegelijkertijd ook verblijfsruimte zijn. En dit plein is eigenlijk een stepping stone tussen de binnenstad met een aantal pleinen en stedelijke ruimtes en de nieuwe kaai met zijn ontwikkelingen daarin.
en een beeld daarvan. Ja, ik wil iets, de trage mens. Toen wij met bureau begonnen, toen hebben wij over een aantal thema's iets geschreven, omdat zij ons heel erg fascineerden, die thema's. En ik denk ook dat ze relevant zijn voor het plan wat we hebben gemaakt in Turnhout. Dus ik wil daar iets over voorlezen. Want wij observeren de stad en het land vanuit het oogpunt van de trage mens. En die mens is te voet of beweegt zich met de fiets. Het is een actieve mens die de gebouwde omgeving op een zintuigelijkere manier ervaart en beleeft. Geluid, wind, schaduw of verlichting bepalen in sterke mate de kwaliteit van de ruimte of de plek. En wij pleiten voor een meer poëtische benadering van de gebouwde omgeving en het stedelijk leven die ruimte laat aan de zintuigen. Dus wij negeren daarbij niet de snelle stad, maar onze aandacht ligt bij die andere ervaring van de gebouwde omgeving, omdat wij zelf, eigenlijk Monica en ik, vooral als trage mensen opereren in ons dagelijks leven. En die trage mens, dat de voetganger en de fietser, dat is eigenlijk degene die wij voor ogen hebben gehad toen wij verder aan die stedelijke ruimte hebben gewerkt. En we hebben kijk structuren gemaakt van verschillende openbare ruimtes, van formeel naar informeel, van groot naar klein, in verschillende schalen, van groen naar meer verharde ruimtes. En beginnende vanuit het plein in het midden, met de gaanderijen daar langs, via plaatsen, binnenplaatsen in de grote gebouwen die ontsloten worden via poorten, via een hof, collectieve tuinen, achterpaden. Dus ontstaat eigenlijk een stedelijke structuur die mogelijk maakt om met de fiets en te voet door die wijk heen te verplaatsen en hem steeds op allerlei verschillende plekken op een andere manier te ervaren. De geleefde omgeving, dat is nog een, ik denk dat deze ook een belangrijke term is, omdat het ook te maken heeft met de relatie of de band die mensen hebben met hun wijk en het gebied waar ze wonen. We willen de menselijke ervaring en herinnering en verbeelding van de omgeving blootleggen. Al het aanwezige afbreken voor nieuwe ontwikkeling is volgens ons geen optie. Verweven in een nieuwe structuur van bijvoorbeeld een boom of een oude tuinmuur of een heilige beeldje in de gevel. En die eigenlijk verweven in een nieuwe stedenbouwkundig plan of bebouwing maakt dat ze weer zichtbaar worden en weer een plek krijgen in de herinnering van de gebruikers en in een nieuw verhaal. En wij denken dat dat ook heel erg belangrijk is voor het maken van een wijk. En we hebben dit in Turnhout gedaan door eigenlijk, zo noemden wij het verborgene in kaart te brengen. En daarbij ging het dus om tuinmuren, doorkijkjes naar hoge bomen in tuinen, maar ook Maria-beeldjes, kopgevels. Gewoon plekken in de buurt die bijna niet meer zichtbaar waren, maar die wel hun kwaliteiten hadden en die we in het nieuwe stedenbouwkundig plan eigenlijk nieuwe betekenis hebben gegeven en daarmee ook een nieuw verhaal. Een voorbeeld is deze muur die eigenlijk nu, toen wij bezig waren met dat plan, eigenlijk helemaal niet meer zichtbaar was en eigenlijk op een achterterrein ergens continu achter het hout was verdwenen. Maar dit was de muur van de oude bakkerij. En net als deze tuin met die bomen erachter. Het was de oude bakkerstein. Er waren een aantal bewoners uit de buurt die dit nog wisten, maar het was gewoon een verborgen plek. En niet meer te vinden, maar hij zat wel nog in de verhalen van de mensen in de buurt. Maar ze konden er eigenlijk nu helemaal niet meer gebruik van maken en niet meer bijkomen. Dus wat we hebben gedaan is vooral die muur en die oude bakkerstuin, die hebben we weer onderdeel gemaakt van die stedenbouw, of van die stedelijke ruimte, van die structuur die door die buurt heen loopt en eigenlijk openbaar gemaakt. En voor alle bestaande bewoners, maar ook nieuwe bewoners van de buurt. Dus dit laat een beeld zien, die tuin met die muur en die dan ook weer in verbinding staat met de binnenplaats, binnen een van de grotere gebouwen. En via het plein kan je eigenlijk doorsteken via een poort naar een andere binnenplaats. En met de fiets
En te voet kan je ook weer via een oude loods doorsteken naar het station. En een aantal straten verbinden het plein ook weer met zijn omgeving. En als laatste, wat ook heel belangrijk was, hoe we de wijk weer konden verbinden eigenlijk aan de binnenstad. Dit is het station. Hier ligt de binnenstad en onze innovatiepool ligt aan de andere kant. We hebben eigenlijk dit hele gebied rondom het spoor, wat eigenlijk een hele barrière was, ontworpen als één groot plein. En we hebben vooral gekeken hoe voetgangers en fietsers hier die verbinding konden maken naar de binnenstad. En met een hele grote luifel die onder doorgang gemarkeerd. En dit is een je kan je die onder doorgang zien en het nieuwe silhouet van de innovatiepool naar de binnenstad toe. Bedankt. Ik probeer even deze microfoon te nemen. Oké, bedankt. Jij liet je inspireren door de kuuroordsteden. En ik was eigenlijk wel benieuwd, de heer Alkemade, wat u vindt van die kuuroordsteden. Is dat inderdaad ook een concept wat toe te passen is in de wijken? Of in het deel? Staan, hè? Ja, ik heb zowel Thomas Mann gelezen als Marienburg bezocht. Dus ik ken de sfeer goed en die is inderdaad prachtig. Hè? En het idee dat je hele dagen kunt vullen met bijna geen activiteit heeft iets heel aantrekkelijks. Hè? En ik vind het mooi, de manier waarop je dat binnenterrein gaat analyseren, de verborgen tuin, de fragmenten die je opneemt. Dus ik vind het een prima model. Ik vraag me wel af, heb je uiteindelijk voldoende massa, voldoende mensen? Maar ik zie toch wel heel veel... Het ging om 110.000 vierkante meter nieuw programma. Dus dan heb je mij, best wel, En het ligt gewoon aan de rand van de binnenstad. Ja. En de nieuwe wijk vormt eigenlijk ook weer een schakel tussen andere uitbreidingen in Turnhout. Nee, het is natuurlijk mooi om te kijken, van kun je daar dat openbare domein mee animeren en gebruiken. Hè? En het is altijd een beetje vreemd, hè? Als het de verkeerde jongeren zijn, dan heet het hangjongeren. Hè? Ja. Als ze gewoon lekker buiten zijn en dan wordt het gevaarlijk en eng. Ja. En dit is dan, hè? Dus hoe doe je dat nou dat het die aangename kwaliteit heeft? En wellicht dat zo werkt. En je gaat het ook bouwen? Nou, we zijn nu bezig met de eerste fase van dit project. Ja, kijk, op zich was het natuurlijk wel interessant geweest om... Kijk, wij hebben eigenlijk heel erg naar die typologie van die kuuroorde... meer het soort bezig zijn met die wandeling en die ervaring door de stad. En daarbij hebben we onder andere ook die gaanderijen in gezet. En daarbij, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn dat juist die... Hey, wat je daar heel erg ziet, is dat die ontwikkelingen in de medische wereld uiteindelijk tot een andere type stad hebben geleid. En dat, die fascinatie, dat zou natuurlijk heel interessant zijn, wat dat inderdaad nu dan zou betekenen. Hey, hè? En wat dat dan, wij hebben toen geput uit het verleden en dat gebruikt. Maar de zoektocht is nu natuurlijk naar misschien wel een nieuwe... Nee, maar het zou mooi zijn als we de vragen van vandaag de dag met diezelfde rijkheid kunnen beantwoorden. Hè? Rijkheid in ambitie en vorm. Dus ik vind dit een hele mooie poging. Hè? Dankjewel. Mooi. Zijn er vragen? Ontwerpers die wellicht geïnspireerd zijn geraakt door het pleidooi van de heer Alkemade en van Danielle Huls. Die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel een poging wagen om als morgen Who Cares gelanceerd wordt, daaraan mee te doen. Jij vraagt of wie eraan mee zou willen. Ik zou daar graag mee willen werken aan een initiatief om... Ik ben al 15, 20 jaar over dit soort dingen aan denken. En dan schuift die aan en dan haakt die af. En meneer Van Alkmaar heeft mij in ieder geval hoop gegeven. Hartelijk dank daarvoor.
We gaan kijken of we aan onze site, morgen lanceren we hem, 17 januari is de grote kick-off. We gaan kijken of we aan onze site een soort dating site kunnen koppelen. Dat mensen die denken van, nou, ik heb een goed idee en ik zoek een ontwerper, dat je je kunt aanbieden. Dat, Ja. Ja. Want hij wordt morgen gelanceerd. Hoeveel tijd hebben mensen dan om, want het is denk ik weer zo'n ideeën. Hetzelfde model als... Hetzelfde model. Ja. En dus morgen lanceren kun je een beetje inlezen, een beetje kijken wat er gebeurt. 17 januari, de grote kick-off, dan kun je erover nadenken. En ik geloof 2 maanden of zo, ik weet het niet. En 17 januari, de grote kick-off, waar vindt dat plaats? Almere. In Almere? Een van de steden die meedoet, okay. Ja. En je hoeft niet eens per se ontwerper te zijn, of... Nee, je moet een fantastisch idee hebben. Ja. En dan, en dan 2 maanden de tijd om het uit te werken, het in te dienen. Nou ja, nee, precies. Hè. 2 à 3 beelden, 1 à 4 tekst. Hè. Dat, en dan komt er daarna ook weer een tentoonstelling? Ja, tuurlijk. We gaan niet alleen de winnaars etaleren, maar eigenlijk de rijkheid van de ideeën. Hè. Dat is een onderdeel van de prijsvraag. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wil ik de sprekers van vanavond heel erg bedanken. Ik hoop dat iedereen geïnspireerd geraakt is en wellicht gaat meedenken over deze prijsvraag en wellicht ook vanuit Tilburg wat gaat indienen. Heel erg bedankt. Als u nog even wil blijven napraten, hier om de hoek is nog een cafeetje. Oh, ik geef nog even het woord aan Frits Horvers. Ik pak hem zelf even. Ik hou hem graag zelf vast. Ja, ik wil even eerst mijn waardering uitspreken voor ik vind, zeer intensieve en zeer indrukwekkende bijdrage die wij vanavond hebben gekregen. Het gaat over zorg en zorg in een brede is eigenlijk toch wel de conclusie van deze avond, waarbij uiteindelijk toch is ingezoomd ook op zorg voor ouderen vooral ook. Daarbij is KAST ook een organisatie die graag voor, ook voor zorg staat. En ook in haar brede takenpakket eigenlijk het debat ook over al dit soort dingen wil bevorderen. En wat mij wel opvalt is dat wij dan hierin, in dit soort onderwerpen, natuurlijk ook over de mindset praten. He, want we hebben het over gebouwen gehad en ontwerpen gehad. Maar ik zat te denken, ja, wij hebben natuurlijk de tegenwerking vaak van regelgeving. Maar het is ook vaak zo dat wanneer ik denk dat ik een unit in mijn tuin zou willen zetten, het ook nog wel eens zo zou kunnen zijn dat de rijdende rechter aan de pas zou moeten komen. Het is met andere woorden zo dat enerzijds wij misschien hier zeker met z'n allen denken van hey, het roer moet om, het kan veel beter, er wordt heel veel over zorg gesproken. Anderzijds denk ik dat de mindset breder moet worden beïnvloed, zeg maar, of breder in die ontwikkeling moet kunnen meeliften. Om dat uiteindelijk ook in die directe omgeving te kunnen accepteren, wat het aan veranderingen met zich meebrengt. En ik denk dat, de architectuurinstituten daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En waarom zeg ik dit? Omdat ik vanuit het bredere thema van vanavond eigenlijk toe wil, waar wij voor deze avond al met elkaar over gesproken hebben, namelijk onze zorg als bestuur van KAST, dat de zorg voor, zeg maar, de ondersteuning voor architectuurinstituten in het land eigenlijk een beetje aan het afkalven is ons gevoel. We hebben destijds het stimuleringsfonds voor de architectuur gehad. Dat is opgegaan in het stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. En wij merken de laatste jaren dat het element architectuur geleidelijk aan het verdwijnen is. Geleidelijk aan het afnemen is. En wij merken dat, we hebben het eigenlijk nog nooit zo sterk gemerkt, omdat we bij die stimuleringsfondsen altijd heel goed hebben gescoord als KAST. Maar wij merken nu dat wij door een sterke teruggang in ondersteuning, financiële ondersteuning van datgene wat wij aan programma bieden, de instituten, de architectuurinstituten, in gevaar kunnen brengen. Daarom doe ik een oproep ook aan onze Rijksbouwmeester om daar toch alsjeblieft zorg voor te willen dragen, om die geluiden ook te willen uitdragen daar waar dat allemaal mogelijk is, om te voorkomen dat dit gebeurt. Want weliswaar is KAST niet alleen afhankelijk van het stimuleringsfonds, maar KAST heeft natuurlijk ondersteuning van de gemeente en ondersteuning van haar sponsoren en begunstigers, waar wij zelf middelen binnenhalen. Maar het kan niet zo zijn dat onze programma's die wij moeten opstellen gericht worden op subsidie door het stimuleringsfondsen,
die dan vervolgens zeggen, ja, maar wij gaan er een stuk afdoen. We hebben dit jaar de helft minder gekregen dan we hebben gevraagd, terwijl we in de voorgaande jaren, een paar jaar terug, steeds bijna 100% gesubsidieerd kregen van het programma dat we inbrachten. Dat gaf dus aan dat er grote waardering was voor de dingen die wij hier in Tilburg met ons architectuurinstituut deden. Maar het geeft nu op dit moment aan dat wij toch, denken we zelf, blijven gaan voor die kwaliteit en die afwisseling en dergelijke, toch geleidelijk aan een beetje het onderspit gaan delven. En we zullen ook eens in de landen kijken of dat bij andere architectuurinstituten ook zo het geval is. Want als dat zo is, dan komt er een soort van wicht tussen datgene wat de Rijksbouwmeester en alles wat u daar vanavond verteld heeft, nastreeft en wat wij nog kunnen bevorderen. En daarvoor mijn dringende beroep op u, van help ons een beetje om dit overeind te houden en als KAST in Tilburg in ieder geval een belangwekkende rol te kunnen blijven vullen. Dank u wel. Dank u.